Diego van der Weijden, hoeveel kansen heeft HSC nodig om een doelpunt te maken? Vandaag best wel veel eigenlijk, denk ik. Ja, we hadden makkelijk kunnen uitlopen naar 4, misschien wel 5, 6 in als ik eerlijk ben. Dus ja, daar moeten we dan volgende week maar aan werken. Ja, want de laatste thuiswedstrijd die ik hier gezien heb, was het rendement een stuk beter. Kun je dat verklaren waarom dat vanmiddag dan niet zo is? Want er zijn dezelfde jongens voetballen erin. Klopt, ik denk gewoon ongelukkig. Afgelopen trainingsweek ook een goede trainingsweek gehad. Dus ik denk niet dat het echt specifiek ergens zelfvertrouwen van spelers ligt of dergelijke. Maar gewoon ongelukkig. Hun keeper zat een paar keer goed bij. Wij missen dan een keertje van dichtbij. Ja. Uiteindelijk win je de pot en dat is het belangrijkste voor vandaag. Dan komt de panel en dan ga je erachter staan. Ja, klopt. Vorige week tegen Dem. Of was het Dem? Ja, vorige week tegen Dem had ik ook een penalty. Die nam ik ook. En ja, weliswaar uit een rebound, maar goed, hij zit erin. Dus dat is het belangrijkste. Ja, vorige week had je het over. Die panel, ging die toen er wel in dan? Ja, die ging gewoon direct erin. Dus. Oké, dan kom je op 1-1. Niks meer als terecht. En dan uiteindelijk komt ook de 2-1 er snel achteraan. Ja, zelfs voor de 2-1 kregen we exact zo'n soort kans. Die wordt dan gemist. En ja, nog een halve minuut later komt weer de bal via rechts. En dan weer een mooie aanval. En dan Steven Jenk hem over de keeper heen. Dik verdiend. Dus bij Jenk was het rendement vandaag wel hoog. Die heeft waarschijnlijk 1 of 2 kansen gehad. En die scoort er gelijk 1 van. Dus voor de rest wel goed. Ik zie hem groeien in de aanvallende rol wat hij nu heeft. Heb je er ook zoiets? Klopt, ik ben daar helemaal mee eens. Jenk speelt nu iets dieper. En dat ligt Jenk gewoon veel beter. Komt veel meer voor de goal. Kan de buitenspelers namelijk veel verder wegsteken in de ruimte en dergelijke. Dus ik vind het heel prettig om met Jenk op 10 te spelen. Op 10 achter mij te hebben, zeg maar. Dus dat is wel ideaal voor ons, voor de hele voorhoede eigenlijk wel. Dus. Ja, want ik vind hem soms wel eens te diep spelen dat hij bijna naast de spits komt. Klopt, dat is ook een kwaliteit van Jenk. Want Jenk kan heel goed een balletje vasthouden en dan kunnen spelers daaronder komen. Dus dat is ook dan wel weer een kwaliteit. En met Stef in de punt, die heel bewegelijk is, is dat fantastisch. Dus. Tot slot, hoe belangrijk is deze overwinning? Kijkende dat vorige week een nederlaag een keer kwam. Deze overwinning is heel belangrijk trouwens, want gisteravond hebben drie wedstrijden zijn gelijk geworden. Dat zijn ook ploegen die onderaan staan, maar goed, dat zegt nog niks. We zijn nog in het begin van de competitie. Dus je loopt dan zeg maar een soort van 2 punten uit. Het zijn wel belangrijke punten die je vandaag hebt gepakt. We willen gewoon zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk blijven staan. Dus de laatste paar jaar is het wel anders geweest, dat we altijd onderin mee moesten doen. Maar goed, voor nu is het hartstikke mooi en geniet en dinsdag weer een nieuwe trainingsweek. Dankjewel. Alsjeblieft. Thank you.